De 21-jarige Raf van Puinbroek uit Vosselaar is in Noorwegen uitgeroepen tot Mr. Gay Europe. De deelnemers uit 12 Europese landen moesten verschillende opdrachten doen rond bijvoorbeeld sport en social media. Raf van Puinbroek is sportdocent aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout en hij wil dat holibies in heel Europa meer aanvaard worden. Dat het beeld naar holibies en transgender, dat dat eindelijk verbetert. In België, wij hebben geluk dat we in België wonen, maar er zijn heel veel Europese landen waar het nog steeds heel slecht staat. Bijvoorbeeld Polen was een van de kandidaten. Daar is het heel slecht. Dus daar wil ik mij ook zeker op focussen.